Ja, basisteam Twente Noord is goed in boeven vangen. Dat wilden we toch even gezegd hebben, want wij zijn echt trots op onze mensen. Meneer Van Roosmalen, teamchef van de politie in Oost-Twente, zeg ik dat zo goed? Twente Noord. En dat gaat dan om de gemeente Twenterand en Almelo. Tijdens de meerjarenbegroting van de politie heeft u in het politieke beraad gezegd dat u goed bent in het vangen van boeven. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Wij hebben een team wat zeer enthousiast is en zeer betrokken bij de veiligheid in de gemeentes Twenterand en Almelo. En wat we dan zien is als er een lokaal veiligheidsprobleem ontstaat, dat er een hele goede energie op het team komt waarbij mensen zich echt daadwerkelijk geraakt voelen en dat op willen gaan lossen. En dan begint de ene politiemedewerker met het noemen van het probleem. Een volgende medewerker probeert al naar een oplossing te denken. En zo zie ik gewoon dat mijn team op dat moment de schouders eronder zetten. En dat er op die manier vaak snel en goede hete dataanhoudingen worden gedaan. En daarom zijn wij daar trots op. En dat is ook in de cijfers zichtbaar? Dat is zeker in de cijfers zichtbaar. Tijdens het politieke beraad heeft u ook aandacht gevraagd voor het feit dat heel veel politieagenten dagelijks bezig zijn om mensen die tussen het wal en het schip vallen onder dak te brengen. Waar dan ook. Wat kunt u daarover vertellen? Ik kan daarover vertellen dat als het gaat om verward gedrag, heel veel integrale partners hun stinkende best doen om mensen de hulp te geven die ze nodig hebben. Maar dat wij als politie toch ook vaak te maken krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. En dat wij dus ook veel tijd besteden aan ervoor te zorgen dat die mensen bij de juiste instellingen terechtkomen. En als die ruimte er niet is, dat we bij de personen die daarom gaan, de instellingen die daarom gaan, ook veel tijd gebruiken om te adresseren dat dit probleem er is en dat dat aandacht verdient. Waarnemend burgemeester Mirjam van het Veld heeft in dit kader voorgesteld een werkconferentie te organiseren. Biedt dat soelaas? Zeer zeker denk ik dat dat helpt. Sowieso is het goed om alle verantwoordelijke instanties daarin bij elkaar te brengen. En vanuit verschillende perspectieven naar het probleem te kijken. En zo richting een oplossing te gaan werken met z'n allen. Tot slot, kunt u zeggen waar voor uw team de prioriteiten liggen de komende jaren? Dat zijn er een aantal. Ik zal ze niet allemaal aanhalen, want dat duurde net ruim een uur inderdaad. Dus, maar voor de komende tijd hebben wij een aantal thema's waar wij sterk op willen gaan ontwikkelen. Dat zijn ondermijning, dat zijn digitale transitie en dat is de politie voor iedereen. Ondermijning, kort samengevat, georganiseerde misdaad en maatschappij ondermijnende criminaliteit. De digitale transitie, alles wat vanuit de digitale wereld veranderingen met zich meebrengt in de maatschappij en binnen onze organisatie. En politie voor iedereen, het woord zegt het al, wij willen de politie voor iedereen zijn. Dat betekent dat we goed kijken naar onze buitenwereld, onze lokale context. En dat wij daarin onze werkwijze afstemmen op wat de buitenwereld van ons vraagt. Dank u wel. Heel graag gedaan.